Wesley's wedstrijd begint zo en Barry wil kijken. Nee, Barry moet kijken. Jesse, waar is je lante? Boven, roep er eens. Wat voor afspraak we ook hebben, als ik weet dat hij om 6 uur moet spelen, dat is dan heel jammer voor die afspraak. Dan ga ik toch kijken. En wat voor afspraak het ook mag zijn, ik ga kijken. Gaat de wedstrijd nu beginnen? Ja. Oké, okay, ja. Ik ga het... Oeh, al die jassen hier. Ik ga het aandoen. Omdat de wedstrijd wordt uitgezonden door een Turkse zender, moet die gekeken worden via de satelliet. Dat is een kwestie van 1 druk op de knop. Maar ja, welke knop? Ik zet heel even neer, ja? Even. Wacht even, Red. Even gedag zeggen. Hallo, schat. Mm. Welkom. Dank je wel. Hoe is het? Goed, daar is de kleine. Ik kom eraan. Oh, hallo. Super schattig hoor, zo'n kleintje. Maar zolang ze niet weten hoe de tv werkt, kan het de mannen natuurlijk weinig boeien. Hij staat aan. Ik weet niet op welke hij staat. Hij staat op 1. Een universele afstandsbediening was nu een heel handig cadeau geweest. Maar daar heeft dan weer niemand aan gedacht. Ja, maar deze, kijk. Dit kastje loopt naar dit kastje toe. Dus dan moet deze toch aan. Normaal doet Wes al dit altijd. Maar dat gaat niet. Ik weet niet hoe dat ding aangaat. Weet jij het? Wacht even. Ja, dit is hem. Yay. Kijk eens, Jess. Waar is papa? Eindelijk, gelukt. De wedstrijd is al begonnen, maar hey, Jesse weet toch al hoe het afloopt. 3-0 voor Gala. Zo. Dat zou wel mooi zijn, hè? En alle 3 klappen, ze scoort. Alle 3? Ja. Zo. Dan moet hij wel gaan opschieten. Dat is papa. Oeh. Dat is van papa. Voorlopig lukt dat scoren van papa nog niet zo erg. Tijdens de rust legt Barry even uit hoe dat nou komt. De trainer snapt het niet. Hij snapt er geen moer van. Die Sergio Koop. Hey. De deur wordt hoog gehouden. Die trainer is zo dom. Gewoon beide dat je beste nummer 10 van heel Turkije zet je links buiten. Zo dom is hij. Ja. Nou ja, wat doe je eraan? Ja, wat doe je eraan? Nou, helemaal niks. Zoals je er ook niks aan kan doen dat het zelfs op je verjaardag over voetbal gaat. Is het niet een wedstrijd van Wes, dan zijn het alle andere wedstrijden die we volgen. Is een wedstrijd afgelopen, dan begint de samenvatting. Daarna begint er een praatprogramma. Die wordt opgevolgd door een ander praatprogramma. En dan wordt er weer een programma die het allemaal even analyseert. En tot slot wordt de wedstrijd nog een keer uitgezonden. En echt waar, geloof me, hij wordt gewoon weer gekeken. En dan denk ik echt, jongens, dat voetbal, weet je wel... Ik ben er even klaar mee. Ga dan. Ja. Schiet dan af. Wat in de boel, jongen. Oh, bijna. Kom op, Bes. Alle moral support mag dit keer helaas niet baten. De wedstrijd in Istanbul gaat anders dan gehoopt. En Galatasaray verliest. Je kan niet altijd winnen. En dat hoort heel erg ook bij het vak, vooral Wesley's vak. Ik bedoel, je hebt zoveel wedstrijden, er gebeurt zoveel. Dat zou heel raar zijn als je altijd zou winnen. Dat kan niet. En door de keren dat je verliest, besef je ook hoe leuk het is de keren dat je wint. Dus ja, ook dat moment hoort erbij. Maar het is niet dat we dan allemaal, oh, in zak en as en oh jee, nu is onze dag verpest of zo. Nee. Nou, dat is jammer. Maar ja... Soms verlies je en soms win je, lieving. Dat hoort erbij, toch? Dat kan gebeuren, toch? Volgende keer gaan ze weer winnen. De mannen moeten nog even een paar keer slikken. En Jolante, ah joh, die gaat gewoon weer aan het werk.